Hé, hey, ik wil naar de Burger King! Nee, Ronald, je mag niet naar de Burger King. Nee, ik ga niet naar de Burger King. Ik wil naar de Burger King. We moeten naar oma Lester toe, alles die sms stond niet. Alles stap ik uit. Nee. Nou, dan stap ik op de ruim. Hier, nou, hier. Wil je nou weer? Moet ik uitstappen? Ik wil naar de Burger King. Dat mag je niet, we hebben geen geld. Ik heb nog maar $300, Ronald. Nou kunnen we onmogelijk naar de Burger King. Maar je mag wel een verfrissende piswasser. Nieuw piswasser. Fuck you. Oh. Ik haat jullie. Hier. Waarom doe je zo moeilijk? Oh! Waarom ben je dood, Ronald? Ja. Dan moest je mijn man in de Burger King brengen. Nee, Ronald! Nee, je bent dood. Waar is je lijk? Hier, Roy. Ik ben opgestaan. Uit de dood. Ja, hallo. Je dood was een hoax, net zoals Tupac. Ja, net zoals Mark zijn internet. Nou, stap maar in, mensen. We gaan weer verder rijden. Okay, even Mark doos slaan, hè. Ah, hij kan niet dood. Hé, hey, Mark. Er is een probleem met dit gesprek. Mark is niet aan het connecten, dat klopt. Nou. We hangen Mark op en we bellen hem opnieuw. Yay. Maar dat was leuk. Waar is Mark? Hij is dood. Oh. Mark zijn dood is ook een hoax. Ja. Oké, daar is je weer. Godverdomme, iedereen zijn dood is vandaag een hoax. Oké, oh. Stap in, Mark. Oh. Er is een probleem. Ja, fucking Mark. Stap in, Mark. Ja, oké, okay, wij praten het anders wel. Nou, Mark komt straks wel verder en dan... Maar ik heb een gevoel trouwens dat Mark weer terug is. Echt? Denk je dat? Oh, hey! Hey Mark, je bent weer terug uit de dood! Yay! Ja, moest je mij naar de Burger King brengen. Nee, ja... Maar waar is dan de Burger King? Dat is het hele probleem. Oh! Oh! Oké. Ik wil wat anders dan de Burger King dan. Dan gaan we een lekker pilsje halen. Ja. Deal. Oh. Auw. Wij kunnen niet door die paal. Oh nee! Ik zet wel even waypoint. Oh, kijk eens hoe erg de auto is ingedeukt. Oh nee, dit kan echt niet. Oh. Waarom gaan jullie eruit? Andere auto. We nemen een castle auto. Oké, we moeten wel even deze auto dan netjes parkeren. Ja, wel even. Maar ik rij even deze onder. Hey, hoer! Zo. Oké, dat is niet aardig. Kan je hem even ophalen? Kom. Ja. Oh. Ja. Oh. Oké, wie zet de waypoint? Ik heb is de waypoint, bitch, dus. Ja, de bar, hè? Dat is de bar. Ja. Go. Oké. Maar, kunnen wij in de bar bier drinken? Ja, dan kunnen we bier drinken. Oh, in die bar kunnen we inderdaad bier drinken. Ja. Jullie betalen mij bier. En ja, maar mee, wacht even, ben jij niet minderjarig? Oh. Ja, maar jullie zijn ook de wingmans van vandaag. Oh, we zijn jouw wingmans, oké, okay, nice. Hij gaat Fufu oppakken, of wat? Oh, we gaan Fufu. Ja, we gaan Fufu. Jij wou altijd al Fufu zien. Verrassing! Fufu! Oh, ik ga even kijken. Kom, shit, kijk eens wie er staat, Ronald. Oh, dit is jouw moment. Oeh. Daar staat Fufu. Ga maar even lekker behind the scenes met Fufu, Ronald. Ga er in elkaar slaan. Dat kan niet. Waarom niet? Weet je wat ik doe? Dat wil ik wel doen, hè? Oh, hey, waarom komt ze... Kijk hier, Weet je wat ik ga doen, guys? Ze kan bewegen zonder lopen. Guys? Sorry, man, ik dit heb... Doen, hè? Oh, je wil niet weten wat er achter... dan ga ik dit doen. Dan ga ik dat doen. Waarom wil ze altijd dat ik met haar ga dansen? Fufu, wil je dit met mij doen? Ik moet kijken, hoe kun je al die moves doen? Je kan allemaal nieuwe, kon je. Ja, ik het air terug. Je kijk, ik ben Fufu en het air terug. Yeah, Mark, yeah, we zijn in de stripclub, yeah. Mm. Dit is zo kansloos, hè? Yeah, Ronald! Kom hier! Yeah! Doei! Mijn dier! Ronald, kom een biertje halen met mij! Kom nee! Okay. Oh, doe ik mijn action button. Hey, hoer, ik wil graag een bier. Oh, Ronald! Guys, ik ben een locomotief. We zijn aan de kant. Oh, ik heb nog maar 15 euro! Echt? Kut, Mark!
Ik wil ook bier. Ik ben ik wil nog een biertje. Dan moeten we, Mark. Yeah. Ik Go, weet dat je een trein bent. En ik weet dat je helemaal los gaat. Maar we hebben zo meteen, zoals gewoonlijk, weer een dronken Ronald met ons mee. Oh. Oh, je kan nog veel meer drinken. Nee, ik heb geen geld meer. Doei, bitches. Oh, je hebt geen... Nee. Ronald. Even een AT. Oh, nee. Mark. Ik heb... Alles goed, Gijs? Jij bent alleen nog maar onze Bob. Jongens. Ik pomp wel wat lucht in je gezicht. Ik heb een probleem. Wat is er, Ronald? Ik heb nog maar 5 euro op mijn bankrekening staan. Als je met ons omgaat, komt alles goed. Yeah. Wil je wat van mij lenen? Ik heb nog 250.000. Oh, ik heb nog maar 1361. Maar ik drink gewoon al mijn geld weg. Wow, rustig. Oh, hey Gijs, jij wilt vast wel sturen. Gijs gaat sturen, oké? Ik ga rijden, jongens. Ik kan het. Nog eentje. Nee. Geef me er eentje, mevrouw. Ah, yes, ik krijg er nog eentje. Jongens. Ik denk dat het tijd is om te gaan rijden. Jongens, ik heb de bewaker doodgeslagen. Oh nee, Ronald, wij komen er dan. Oké. Oh. Als goed, Kees? Jongens. Ja hoor, gaat helemaal goed. Mark, is niks aan de hand. Als je... Hey. Hey, Ronald. Oh. Ah! Ik ga rijden, Ronald. Oh, Ronald, ik ga rijden. Oké, jij gaat rijden. Sorry, Mark, ging per ongeluk. We gaan Mark even ophalen. Ja. Oh. Go. Waar is Mark? Dude, neer normaal sturen. Oh, ik probeer... Ik rijd toch hartstikke recht, hè? Mark, oh! Mark, stap mee. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het zag er heel apart uit. Het was Mark ging over de auto en vloog langs de auto. Mark, stap alsjeblieft in. We hebben de politie achter ons aan. Ja, oké, maar je bent bijna 100 jaar, Gijs. Er zijn bijna 100 afleveringen. Je bent bijna 100 jaar. Je bent bijna 100 jaar, dus jij moet even een wishlist maken. Oh, een bucketlist. Ah! Ja, wat wil je altijd al willen doen? Nou, dat weet... Oh, wow. Of laat je dat de kijkers verzinnen? Oh, mijn coole Twitter-followers. Dat als je mooi de beschrijving leest, dan weet je mijn Twitter. En heel veel coole mensen doen dit. Ik heb eigenlijk zin om helemaal de kraan op te gaan. Jij hebt het nou verneukt, goed zo, man. Nou, dan doe je dat. Dan ga ik doen. Wie houdt je tegen, Gijs? Oh. Alleen de politie. Je verneukt het allemaal. Nee, je ziet het verkeerd. Oh. Oh nee, ik ga dood, George. Ik ook. Rip. Oh, ik wil niet meer omhoog komen. Rip Mark. Nou, wat ik dus wou zeggen, het leek me misschien leuk als we een keer een hele kraan gingen beklimmen. Want dat hebben we volgens mij in 100 afleveringen nog nooit echt gedaan. Nee. Oh, die kraan is zo ontiegelijk hoog, hè. Dat weet ik. Of je wil een helikopter zien te regelen. Nee, we gaan gewoon klimmen. Oké, wij lopen ondertussen en Gijs haalt de helikopter. Of andersom. Andersom. Jullie kijken wie er sneller is. Oké, Mark, jij haalt de helikopter. Ronald, jij haalt de helikopter. Nee, ik rem met Gijs mee. Oh, maar gingen jullie niet alle twee... kunnen we niet in de lift? Psst. Nee! Ah, dit stinkt! Ah, ik dacht zo van... Hé, waarom pakken we gewoon niet de lift? En dat kan. Oh, ik lig op kop. Heb je al de helikopter of zo? Of ben je al gaan klimmen? Ik ben ook een klimmen, hoor. Ja, maar fuck! Je ging toch niet... Oh my god. Fuck jou! Nee, ik dacht dat het gewoon dat voor... Ja, maar ik dacht dat ik tegen jullie twee was. Oh man, deze kraan. You will never catch me. You will never catch me! Hier is je trouwens, hè. Dit wordt echt een hele lange tocht, Ronald. Een journey, een inspected journey. Oh god. Dag, Ronald! Dag, Gijs. Ik ga naar boven toe. Doei. Ik voel me echt een misvormde astronaut nu. Oh. Gijs. Ja. Als je naar boven kijkt, zie je een lekker kontje. Ik zie hem niet. Jawel. Nou is hij momenteel even weg. Ik moet nu weer zo'n heel rondje gaan lopen. Oh. Ja, no the feeling. Oh man, waarom was ik alweer met dit idee gekomen? Omdat je hebt geen idee om wat te doen. Nee, ik wou eigenlijk gewoon helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan de kraan kan je toch over eens zo'n balk gaan lopen. Ja. Ik wil kijken wie dat langs kon volhouden van ons.
Zonder te vallen. Ja, zonder te vallen. En dan kijken of je hem van de ene kant naar de andere kant kan gaan. Wat als ik dan Mark doodschiet, wat ik altijd doe? Rip ons. Dan valt Mark naar beneden. Niet. Ja, van aardig wat hoogte. Van tevoren. Nee, ik doe het niet, ik doe het niet, ik doe het niet. Ik doe het niet hoor, maar Ronald meldt het alleen maar. Oh, ik ben ik helemaal boven. Oh. Ik kan mijn huis vanaf hier zien. Ik kan je moeder vanaf hier zien. Oh! Kan je echt jouw huis zien, Mark? Dit is echt één verdiept stuk lopen, zeg. Lopen zelfs? Ja, ik loop naar boven. Ja, maar we hebben wel straks een heel mooi uitzicht voor een selfie. Zo. Als Ronald ons niet kapot maakt, dan kunnen we even een selfie maken. Kunnen we even een mooie selfie maken? Ja, ik wil ook een selfie. Oh, wil je ook een selfie? Zouden we met z'n drieën een selfie kunnen maken? Dan moeten we het wel even sharen op Twitter. Dat mensen een screenshot maken en dan naar je toesturen. Oh man, ik zit op de... Ik ga naar de dodelijke verdiepingen toe. Oh shit, ik vind het eng man. Kom, we gaan even naar de maan kijken hoe erg die glitcht. Oh ja, wordt de maan beweegt, hè? Ja. Waar ben je, maan? Ik denk achter de wolken. Ah, oh, bij mij glitcht die nou niet. Fuck, kut, maan. Maar trouwens, ik hoor dat ze met GTA 5 Vice City willen doen. Weer. Nee, GTA 6. Ik hoor dat jij een stomme blobvis bent. GTA 6 bedoel ik, sorry. En dat je altijd leugens in het leven verspreidt. Sst. GTA 5 City, mensen. Komt terug met GTA 6. Wordt een bom. Er wordt een bom. De bom. Weer de jaren 70. Allemaal weer naar de 8-bit. De nieuwe 8-bit is de nieuwe 16-bit. Ja, ik ben wel benieuwd hoe GTA 5 dan GTA 6 dan uit zou zien met Next Gen. Ronald, ik zie je helemaal niet meer. Ik zie zo'n klein hoofd zo klimmen. Ja, wist je dat als je kruisje inhoudt dat je sneller klimt? Iemand? Ja, dat weet ik. Oh, echt? Nee, ik weet dat wist je dat niet? Oh, Ronald wist dat niet, oké. Okay, nice. Goed bezig, Ronald. Goed bezig. Oh, shit. Denk ik toch ik sta bovenop trouwens. Ik moet nog een aardig stukje... Oh, man. Heb jij gezien hoe lang die kraan is? Ik ben op het hoogste punt. Oh, nee. Ik heb hoogtevrees, jongens. Ik kan echt mijn huis van de vier zien. Jongens. Oh, leuk. Ja. Ik heb hoogtevrees. Gewoon doorgaan, Ronald. Je kunt het. Nu kijk ik hem zo... Ik durf niet naar beneden te kijken. Ik zie hem zo drijven, hè. Eigenlijk zweven. Hebben we eigenlijk over nagedacht van... Hey, hebben we misschien niet een parachute of zo nodig? Oh, die ligt hier ook. Nee. Die ligt... Ja, ik zei die ligt er. Mark gaat anders dood. Oh man, we kunnen er nog over, Mark. Ga ik dood? Nee. Ga ik dood, Ronald? Nee, grapje maar. Het was grappig. Ik sta hier ook. Zou dit goed gaan, Mark? Oh. Hey, ik wil ook op jullie selfie, hè? Oh man. Waar ben jij? Waar ben je hierboven? Ja. Oh. Moment, Gijs. Oh nee! Ah! Nee! Oh shit! Doe je Gijs! Ah! Kaak! Okay, ik wil het ook even halen, oké. Je bedoelde dit stukje, Gijs. Ja, zo helemaal daarboven. Ben je net ook... Ik kan jullie niet zien. Ik ga Mary weer bellen. Wacht even, voordat je gaat lopen. Wacht eventjes. Ah, nee! Ah, ik ben dood. Nee! Ik leef nog. Ik val op de... Nee! Mark is zo dood. Oh, nee! Kut! Oh, ik heb niet genoeg geld. Kut! Bel een helikopter. We moeten Ronald gaan. Hé, wacht. We kunnen nu naar boven vliegen. Ik leef nog. Mark! Ik zal op het punt wachten op jullie. Ik zal op het punt wachten, oké? Mark! Bel Mary Weather! En dan? Voor een helikopter pick-up. En dan stelen we zijn helikopter. Maar dat weet hij nog niet. Mary Weather, een verrassing. Hello. Helikopter pick-up. Yes. Jongens. Een helikopter has been lit. Ik zie het niet meer zitten, jullie moeten me redden. Nee, oh ja, we komen eraan, Ronald. Blijf rustig. Nee. Rissie. Ronald. Komt hij aan. De hulp is onderweg, ik zie alleen de helikopter niet. Ja, hij zit blijkbaar hierboven. Al, maar ik zie hem ook niet. Ronald, chillax. Nee. Wat als ik nu doodga? Helikopter. Ah, dan kan je zo meteen nog met ons mee op de helikopter, maar dan is het minder leuk dat we je gaan... Oh, jij moet een roleplay, hè? Oh ja, een roleplay. Jij de helikopter?